De Dataloog is de Nederlandse dialoog over Big Data, Data Science, Machine Learning en de datagedreven transformatie. Wij brengen de digitale datagedreven wereld dichtbij in het Nederlands en op een begrijpelijke manier. De Dataloog verbindt data scientists, consultants, technologiebedrijven, onderzoekers met elkaar. Onze uitzendingen bevatten rondetafelgesprekken, diepte-interviews, toekomstverkenningen, mini-colleges over machine learning en verhalen van ervaringsdeskundigen. Welkom bij dataloog nummer 31 vandaag. Um, het is mooi weer. Het is een fijne dag. Het is dinsdag en we zitten vandaag bij TechnoLution. Verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en allemaal op basis van data. Ook energiemanagement en volgens mij doen ze nog heel veel dingen meer. En ze doen het gewoon ook echt lex. Ze doen het ja, ze echt. Ze doen het echt. Hè? Ja, dat zeggen ze ja. en dat gaan we gewoon zo meteen uh, horen. Gaan we eens, uh, ja. ja. Aan tafel hebben wij vandaag Jongs Poelstra, innovatiemanager bij TechnoLution en Michael Dubbeldam, die uh, gewoon ja, een, echte, een echte programmeur, gewoon Python, en Flow, hij doet het gewoon. We gaan het er van vandaag Python, hebben over... hebben. Jij, jij bent anti-Python, eh, Jurriën. Ik ben niet anti-Python, hoor. Nee? Ik, ik ben er gewoon niet zo R. goed in. Ik ben wel... Oh. Ik vind R wel heel fijn. Oh. Ja, jongen. Nou, dat, we gaan we vandaag dat over over het vandaag over hebben. Ja, we gaan erover <laughs> <even. laughs> Heren, welkom in de uitzending vandaag in het Dataloog. Ja, Dankjewel. Dankjewel. Ja, dus dankjewel, Jimmy. Ja, en Lex, Duk, welkom ja. dat jij er ook weer bent. Fijn dat je weer naast me zit. Ja, hè? Ja. ja. Vorige keer was het met Walter. Ja. ja dan moest ik toch even ik eraan winnen. Want ja, wij doen het al hè? van de 300 uh, uitzendingen doen wij er negen. Dus, maar het ging erg goed. Het ging over recruitment en AI. Hartstikke leuk. En dan heb ik meteen... Druk jij even de nieuws van de week in. Het data nieuws van de week. Wat een dat? Het saaf. data nieuws van de week. Nou, gooi er maar in, Lex. Ja, nee. Ja. De, de, eh, eh, de, nu.nl nu solliciteren bij een algoritme. Witte mannen krijgt het veel moeilijker. Oh ja, ik kijk rond de tafel, zitten alleen maar witte mannen. Dat is slecht nieuws. Uh, maar uh, we mogen geen reclame maken. Maar je weet, hè, wij hebben een uh, algoritme gebouwd voor uh, AI recruitment. Uh, en daar heb ik altijd de discussie mee. Hè, dat ze ja, discrimineer. Maar dan zeg ik, ja, de domeinexperts zitten aan de overkant. Hè, dus de klanten. Ja, en jullie bepalen of er nou witte mannen of dat vrouwen minder verdienen of meer verdienen of wat dan ook. Maar even het rijtje wat het al doet. Ben je er klaar voor? Ja, gooi er maar in. Unilever, KPN, Albert Heijn. Uh, Jumbo, Hema, Deloitte, Heineken, USG, Piepo, Randstad, McKinsey. Doet de Hogeschool van Amsterdam het ook, Jurjen? Wij doen allemaal pillen met papier, waarschijnlijk nog. Ja? Nou ja, nee dit helemaal. Maar ik denk dat wij het niet zo modern zijn. Nee, okay. nee maar dat was voor, voor mij in ieder geval het nieuws. Ja. Uh, dat, uh, dat het eigenlijk al. Uh, het, gebeurt, het gebeurt ook gewoon. Het gebeurt gewoon ja. al. Ja. Mijn broertje is, uh, is HR Strategic HR manager. Zeg dat nog eens? Strategic HR manager. Self. Ja, ja. Van, hij, hij doet iets. Hij heeft er echt verstand. <laughs> hij weet dat. Bij, uh, bij zo'n grote farmaceut. Ja. En hij zegt ook, ik doe continu HR analytics. Ja. Ik, uh, alles, uh, hij kan voorspellen of mensen... Doet hij het echt? Hij doet het ook echt, ja. Geen... Uh... Nee, hij doet het ook echt. Oké. Okay. Ja. Dus uh... hey, en je, heb jij nog nieuws? Nou, ik niet. Maar als ik naar de overkant kijk... Job, jij had een... Uh, uh, ja, gooi hem maar in. Ja, ja, een van de dingen waar we, denk ik, deze ochtend niet, uh, niet zo makkelijk konden uitkomen, is, is het nieuws rondom de Google Assistant. En... Uh, ja, dat daar uh, gesprekken werden, werden meegeluisterd om uh, um, uh, spraakherkenning te trainen. Nou, op zich een, uh, een behoefte die, die ik goed kan begrijpen. Vanuit Google uh, uh, gesproken. Aan de andere kant. Ja, uh, de, de consument is niet verteld dat dat soort uh, um, uh, dingen aan de aan de gang waren. En ja, wat daar vervolgens mee gebeurt, wie er dan naar luistert, is natuurlijk ook totaal onbekend. Ja, dat um, uh, het is denk ik. Op een bepaalde manier de nieuwe realiteit. aan de andere kant wel echt iets om. Uh, om van op de hoogte te zijn. en ook goed over na te denken. van ja, hoe, hoe ver willen we daarin gaan? Ja, een, een, een medewerker van Google. heeft aan de VRT in België. allemaal transcripties van gesprekken. doorgestuurd. onder het motto van. kijk eens waar we naar luisteren. Dat was ja, het toch? Ja, en ik begreep dat daar. de in veelvoud daarvan waren daadwerkelijk. opdrachten die aan de Google Assistant gegeven waren. maar ook veel. Uh, gesprekken die. plaatsvonden en ruzies en dat soort dingen. Maar ook... mijn, mijn hele huis staat vol met die apparaten. Hè? En dan moet je I accept doen. Hè? Nou, ik denk, wij hebben alle vier dat goed doorgelezen, toch? Nee, absoluut nee? niet. Nee? Oh jee. Waar stond het er dan in? Ik, uh, ik, ik vertrouwde Google blind op. Uh, Jij dat, Google blind. Ja, ik vertrouwde Google blind. Ik vertrouwde blind op dat ze het wel, dat ze het wel gewoon ja. gebruiken. Dat, ja, toch? Daar vertrouw ik blind op. Ja, ja wij hebben dus ook zo'n Hey Google. En ja. dan uh, s morgens, uh, dan uh, gaat mijn zoontje naar beneden en mijn dochter ook. En dan zegt hé, hey Google uh, speel Peppa Big op Netflix. En dan gaat het netjes de TV aan en dan gaat het netjes de boel. En ik vind dat wel prima. Ja, en dat ze daarna luisteren. Ja. Ik, ik heb iets te doen ook... om een dag lang naar Peppa Pig te luisteren, overigens. Maar ja, dus, dus <laughs> ja. bij Google weer. <laughs> ja. dat, je de, dat je als taalkundige de gewoon dag, hey Google, Peppa Big uh, tegenkomt. Ja. Maar Het is toch ook gewoon nodig dat die, dat die taalkundigen ernaar naar kijken, juist om, de, om, die, om die training set te creëren. Dat is toch ja, gewoon nodig. Ja, 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 kom je weer bij het uh, bekende onderwerp. Hè? Dan komt het altijd een beetje negatief in het nieuws. Hè? Net zoals de slapende man in de Tesla. Oh jee. Maar aan de andere kant, uh, stel dat hij uh, niet in de tesla reed. dan. Uh, nou, dat is wel een mooi bruggetje trouwens naar de mobiliteit, hier, uh, hè? Ja, ja. ja. We, we houden ons niet hoofdzakelijk met slapende Vertel, Mensen in het verkeer bezig. Wat doen jullie. Uh, ja. Even wie is wie, is, wie is wie Job, kun jij jezelf even voorstellen? Ja, ik ben. Wie, ben je? Ben je, je achtergrond. Wat doe je hier? Uh, Job Spoelstra, ik ben uh, programmacoördinator van uh, van onze innovatieprogramma's die we hier uh, bij Technolution doen. En uh, Technolution is een systeemintegrator uh, ja, in hart en nieren. We houden van technologie en dan voornamelijk echt uh, de innovatie innovatieve kant daarvan. Altijd in vernieuwende processen, vaak in uh, in uh, systeem uh, in missenkritische omgeving. Dat doen we hoofdzakelijk in um, uh, mobiliteit, daar zijn we veel aan actief, dus uh, verkeersmanagement. Um, een van onze producten is het dataplatform dat in uh, meervoud van de verkeerscentrales in Nederland wordt gebruikt om systemen op straat aan te sturen, om een goed verkeersbeeld te geven, dus alle, alle uh, informatie van waar voertuigen rijden, ook gecombineerd met floating car data... vanuit navigatieproviders als, als TomTom, Google en dat soort partijen... om een goed beeld te geven en ook op basis van dat beeld... weer keuzes te kunnen maken in hoe dat verkeerd te beïnvloeden. Dus dat is mobiliteit waar we veel mee bezig zijn. Energie doen we ook heel veel in, dus... Uh, we lezen uh, voor klanten de. Um, uh, doen we veel in, in, in datagebruik rondom uh, slimme meters. Uh, maar we maken ook um, uh, sensoren voor middenspanning en hoogspanningskabels. om daar uh, informatie uit te halen. predictive maintenance, uh, load balancing-informatie, dat soort dingen. En daarbuiten ook. Um, uh, buiten de energie ook uh, veel in industrie. Dus uh, uh, allerhande projecten rondom. Uh, de medische apparaten, chipfabrikage. Um, uh, Elektronen, microscopen, daarvan onderdelen. Uh, en de public safety en security, dus ook veel, uh, veel beveiligde communicatie voor uh, uh, overheden, voor um, uh, ja, echt uh, high, high assurance uh, uh, omgeving. Um, dus daar houden we ons uh, veel mee bezig. Ik hou me hoofdzakelijk bezig met uh, de mobiliteit en energietak van, uh, van het bedrijf. Hoeveel mensen werken er? Um, intussen 200, 220 medewerkers... Uh, hoofdzakelijk in Gouda, dat is ons uh, hoofdkantoor, maar we hebben ook kantoren in Deventer en ook in Kopenhagen en in Stockholm, om in, uh, in Scandinavië uh, verder, uh, verder te werken. Ah. Michael, wie ben je? Wat, wat ben jij? Je? Je ten... ja, nou, vertel ja. maar. Uh, ik ben Michael Dubbeldam. Ik ben uh, domeinarchitect van onze mobiliteitafdeling en ik leid onze uh, kunstmatige intelligentie en slimme algoritme afdeling, een competentie die we aan het opzetten zijn. En hoe groot is die afdeling? Hebben we hier nou van de 220 mensen die hier werken 100 uh, data scientists rondlopen? Nee, uh, we hebben wat zal het zijn? Uh, 100 uh, techneuten, uh, misschien wel iets meer. En uh, daarvan zijn er. Uh, ik denk uh, een man of twintig uh, zijn, zijn bezig, ook met algoritme uh, en, en dat soort zaken. Echt, het aantal man dat in Tensorflow werkt, uh, dat, dat daar af en toe iets in doet. Uh, die analyses doen op data en zo. Ja, dat is een man of vijf, zes. Uh, dus, maar groeit. Het groeit. Ja. We zijn zelfs nieuwe kamers aan het beginnen, speciaal om lekker bij elkaar te zitten. Ja. Zodat we daar. Uh, Leuk over kunnen discussiëren uh, met grote whiteboards. Uh, hey, en hoe lang bestaat het bedrijf? Meer dan 30 jaar volgens mij. Okay, en, en zie je nu ook echt uh, die, die groei in jongens, meisjes die die vijf gaan versterken, was, was het tien jaar geleden nul en gaat dat de komende jaren naar? Absoluut. Ja. Uh, wat mij betreft uh, zou het ideaal zijn als ja, ja, ja. het ook een mannen 50 zou zijn. Ja. Uh, maar dat uh, moeten we kijken hoe dat zich uh, ontwikkelt. Ja. Maar toen ik hier begon in 2005, toen was het uh, hardware, elektronica. En wat software. Ja. En nu is het meer dan de helft software, of, of het zal wel tegen de twee derde software aan zijn. En ik zie dat als een logische stap. Ja. Dus eerst meer de elektronica dan en hardware. Dan, dan komt er steeds meer software. Ja. Hardware blijft nodig. Maar de rol neemt iets af omdat je veel meer in software kan doen. Ja. En zo zie ik ook een stap richting slimmer Dus jullie zitten echt in een in een in een omgeving die gewoon gigantisch aan het veranderen. Is. En als je niet meegaat, dan. Uh... Nou ja, jullie zitten, denk ik, heel high-end, dus dat, dat zit al wel goed. Maar je ziet duidelijk de veranderingen door middel van de capabilities die gewoon nu ontstaan op het gebied van data, de hoeveelheid data, de, de kwaliteit van data, maar ook de tools die er zijn. Ja, het is een, een geweldige uh, kans. Ja, uh, waar, je, waar je vroeger. Systemen moest maken die heel slim omgingen met wat er was, maar je kon er niet zoveel mee. Hè. Dus ja. je, je, je maakte het maximale met een wat gelimiteerde omgeving van wat er mogelijk was. Ja. Kan je nu veel meer met dingen als vision uh, uh, of video analytics? Kan je eigenlijk net zoveel doen als, als, als mensen uh, doen. Waar je altijd had van mensen moeten even kijken naar de situatie om, 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 om te kijken: werken je lussen wel goed als je, als je verkeerd telt met lussen? Uh, uh, met, dan had je dus een systeem dat, dat bijna kon benaderen wat een mens kon zien. En nu heb je meer een systeem dat op dezelfde soort inputs werkt als een mens. Dus je kan veel rijkere data verzamelen. Uh, en dat zou zonde zijn om daar geen gebruik van te maken. Ja. Ik heb altijd het gevoel als je dat hoort, hè, dat, dat ik gelukkig niet de enige ben die excited is over de mogelijkheden van data. Hé, maar wij, wij komen heel jurjen, nogal bij bedrijven dat je denkt, potverdorie, die zien het niet. Maar hier. Hè? Het zit in de Havaten volgens mij hier. Ja. ja, klopt. Ja, want even, je, je Job, jij noemde dat je dat je al, uh, al lang met slimme meters bezig bent met het uitlezen van data. Um, moet ik dat zo zien dat je eerst heel veel data aan het verzamelen bent, dat je nu de stap maakt van data verzamelen naar ook de echte analytics toepassen? Of ging dat al hand in hand? gedurende ja, afgelopen jaren. Ja, er is altijd wel, uh, wel veel analyse geweest. Um, uh, het gaat inderdaad om gigantische hoeveelheid data die vaak ook uh, binnen um, vrij, vrij strakke eisen moet worden verzameld. En uh, uh, ja, dat is gewoon heel belangrijk dat dat op een goede manier gebeurt. Als het gaat om uh, energie als het gaat om uh, wegverkeer, dan wil je betrouwbare uh, data en communicatie. En ook de keuze die je op basis van die data maakt, wil je ook echt laten landen met de impact die je wil hebben. Dus daar zijn we al wel jaren mee bezig. Dat, uh, dat platform in de verkeerscentrales is intussen meer dan tien jaar oud. Loopt mij eens even, loop mij, ja, dan ga, ga ik er diep Maar Jurgen, mag ik nog heel even inbreken? Ja. Ja, je, jij zei van, nou, kan je nu wat doen hè, met de data die jaren verzameld is. Ik kom zo vaak bij bedrijven die zeggen, ja, we gaan eerst data verzamelen. Nou, er wordt al godzijdank gelachen aan de overkant, dus ik ben niet de enige. En dan ze hebben we een emmer en er gaat heel veel data in. En dan vraag ik altijd van, maar wat is nou de business case die we willen op, oplossen, en dan is het stil, hè. En dan uh, laten we nou in hemelsnaam... Gewoon eerst een business case bedenken. En misschien heb je helemaal geen data nodig, die, die toch of niet? Helemaal, helemaal mee. Ach, oh, gelukkig. had het vertel, zelf <laughs> die, die Dat verhaal dat ontstaat van. Oh, je zit op um, gigantische waarde aan data. En uh, het is. Je doet een knip en uh, je, je, het geld stroomt binnen op grond van die data. Het is. Uh, het, ik snap dat het verhaal er is. En soms zal het zo zijn, maar over het algemeen is het. Uh, heb je data, niet eens heel veel data nodig... maar gaat het vooral om slim, slim omgaan. Uh, een voorbeeld van een, uh, een project dat we nu gaan doen is... Uh, voorspel een brugopening. En dat, daar gingen we naar kijken van hoe kunnen we nou voorspellen? Uh, het is heel belangrijk. Uh, bruggen worden niet gebruikt omdat mensen denken van... ja, voor hetzelfde geld gaat die open. Dan sta ik drie kwartier stil voor een brug. Um, uh, we keken daar eerst naar. Een slimme systeem. Kunnen we voorspellen wat er schepen aankomen? En we hebben heel veel data uit het verleden. En dan gaan we naar kijken. En uiteindelijk hebben we eigenlijk... Bedacht, het slimste systeem is niet zozeer heel exact voorspellen of er een schip komt, maar vooral aan de mensen kunnen zeggen: wij weten nu dat er geen schip aankomt, want er is geen schip in de buurt. Dus gewoon even slim kijken naar de data en vooral met die communicatie met, met, de, met de mensen. En dan help je ze veel meer mee. Dan dat je zou zeggen, hè, 43% kans op dat, dat de brug open gaat. Ja, nee. Deze ga ik onthouden als ik weer zo'n IT-manager heb die zegt: joh, we hebben eerst jaren nodig om data te verzamelen. En overigens ook de grote clubs hè, die cloud verkopen, ja, die hebben natuurlijk het verhaal. Nee, je moet eerst data verzamelen. Okay. Maar je had. Julian, je had nog een vraag? Ja, ik had dus nog een vraag. ja uh, Want kun je ons eens meenemen? Want op basis van die. Verkeersdata worden beslissingen genomen. Kun je ons. Ik denk dat de luisteraars het ook leuk vinden om te weten. Hoe, hoe, hoe loopt die keten? Dus we hebben camera's aan de weg, we belussen, dat wordt verzameld, dat wordt ergens. Nou, ga door, vul maar eens in. Ja, nou, uh, misschien een heel, heel kort stukje geschiedenis is dat tien, uh, vijftien jaar geleden hadden we al wel een aantal uh, verkeersregelinstallaties, de stoplichten in Nederland. Uh, maar die uh, praten tegen niemand. Die hadden een eigen configuratie die werd ingesteld op, op het moment van installatie en dat was het dan. Dat zijn die grijze kastjes die je aan de, aan de kant van, uh, van een kruispunt ziet. Uh, ja, als die er toen al stonden überhaupt. Maar ja, uh, absoluut. Um, uh, en daarmee kun je dan op een bepaald moment een bepaalde, uh, bepaald kruispunt optimaliseren. Voor een ja, beperkte set aan... Uh, aan uh, uh, en, en dat gaat dan 10 seconden mag uh, uh, stoplicht 1 op groen. En oké, okay, zo werkt ja. dat. Ja, en dan uh, een transitietijd voordat dat, uh, even op oranje kan, zodat iedereen veilig tot stilstand kan komen. Nou, dat soort dingen. Dus dat is als ik voor een stoplicht sta, er is niemand, maar hij staat, is dus dat systeem die zegt ja. 19, 18, 17. Ja, en een standaard configuratie die dus kennelijk weinig tot geen rekening houdt met uh, uh, wie er daadwerkelijk aan komt rijden. Nou ja, de, de, we zijn betrokken geweest uh, bij de ontsluiting van dat soort systemen, zijn de, daarin in Rotterdam erg actief geweest jaren geleden om die uh, nou, überhaupt te kunnen kijken van afstand op wat voor configuratie staat zo'n stoplicht nou en, en wat voor uh, groentijden, roodtijden hebben we het over, zodat je ook over corridors van meerdere van die uh, systemen kan gaan kijken, kun je dan zo'n... Uh, ja, zo'n lijn aan de uh, aan, aan verschillende kruispunten optimaliseren. Ja, en dat is langzaam uitgegroeid naar echt netwerkoptimalisatie. Um, uh, en, en ook uh, onze klanten zijn daarin meegegroeid. Dus ook um, uh, als wij dan werken voor Rijkswaterstaat, voor provincies en voor gemeentes. Die gaan dat ook steeds meer in echt een netwerkbasis en ook in samenwerkende vorm bekijken uh, hoe je dat uh, als een netwerk kan, uh, kan doen. Maar inderdaad, dus dat is een combinatie van uh, allerlei systemen uh, op straat, de lussen in de grond. Die kunnen detecteren hoeveel voertuigen er uh, voor een stoplicht staan. Maar dat wordt ook steeds meer gecombineerd met uh, uh, data uit uh, navigatiekastjes. of uh, smartphones die mensen bij zich hebben. En die data die wordt, dus, wordt realtime spuugt zo'n kastje. naar jullie die data van de groentijden. en wat, dit is nu groen, dit is nu rood toe. Dat moet ik zo zien. Ja? En dan heb je dus ook nog de daarbij de TomTom-data. die zegt hier is het nu zo druk. En dan maken de, jullie beslissingen. geoptimaliseerde beslissingen voor. De, de groene golven of doen dat, gebeurt dat dan weer ergens anders? Ja, dat, is, dat is alle sensorinformatie. Ja? We krijgen ook alle informatie van alle actuatoren die dus uh, op straat staan binnen. Dus inderdaad van stoplichten uh, of ze het überhaupt doen of alle lampen branden. Uh, we weten van, uh, van digitale borden langs de weg uh, of die het doen waar, waar reisadvies op kan worden getoond. Dus ook de manieren die, uh, die een verkeerscentrale heeft om het verkeer te beïnvloeden houden we van bij. Uh, kun je die überhaupt gebruiken? Um, en ja, op dit moment liggen er grote, uh, grote beleidsstukken bij elke verkeerscentrale, uh, uh, waarin hele verkeersscenario's staan uitgewerkt voor bepaalde verkeerssituaties. Um, uh, Wat is dan de set aan maatregelen die ik neem? Dus, een simpel voorbeeld is dan een uh, uh, ochtend- of, uh, of avondspits scenario uh, rondom een stadium, of als mensen aankomen rijden, als mensen weggaan. Daar zijn er verschillende scenario's voor. Ja. Ik denk dat je het anders kan zien als die VRI's, de verkeersregelinstallaties, dat zijn slimme systemen in Nederland. Dat is, daar, daar ontscheiden we wel mee. We zien ook bijvoorbeeld in, in Denemarken of zo. Daar heb je gewoon systemen zoals we ze hier twintig jaar geleden vaak hadden. Die eh, op de klok zoveel tijd die, zoveel tijd die. In Nederland zijn het slimme systemen die in principe met de lusseninformatie meestal weten van eh, er is nu verkeer. Uh, het verkeer is afgewikkeld. Nu ga ik naar de volgende fase. Dus het zijn op zich systemen die hun eigen beslissingen maken. En we kunnen nooit vanaf ons centrale systeem tegen zo'n systeem zeggen... zet alles op groen. En dat kunnen we dat wel zeggen. Dat kan dus niet. Of dat doen jullie niet. Dat, dat, dat zouden kunnen... Nou, daar hebben we niet eens echt de mogelijkheid toe om dat te zeggen. Maar als we dat zeggen, zou zo'n systeem zeggen, ja, je kan me wat. Eh, ik, eh, systemen zijn zelfstandig eh, op het gebied van veiligheid. Maar zelfs hun lokale doorstroming, als we zouden zeggen van ga drie kwartier op uh, rood voor één richting. Eh, dan zal zo'n systeem zeggen, ja, dat, dat, uh, dat past niet in mijn functie die ik heb als slimme agentachtig uh, systeem. Die zal zeggen van ja. Ik, ik heb een bepaalde bandbreedte aan wat ik kan regelen. Dus als een centraal systeem zegt, ik wil die richting meer groen hebben, dan kan hij dat faciliteren. Maar hij zal het altijd doen binnen zijn uh, randvoorwaarden van dat het een goed werkend systeem is. Nou, dus lokaal werkt zo'n systeem regelt met zijn lusinformatie. Ons centrale systeem, die, die, die kan het allemaal zien. Die ziet, ook met die lus krijgt hij die, die informatie. Hij zet het nu op rood, hij zet het nu op groen. Uh, we zien ook uit uh, bijvoorbeeld TomTom informatie, uh, dat het daar druk wordt. Uh, en we zien ook, hey, er, er komt nu aan die kant van de stad, gaat het een beetje fout. Of in de oost-west richting uh, loopt het op. En in de noord-zuid richting gaat het prima. En dan kunnen wij tegen die, uh, die regelinstallaties zeggen van uh, willen jullie meer ruimte geven voor die Oost-West. Want wij zien dat er uh, op grote schaal iets gebeurt in de stad. Uh, of we weten dat het nu de, de winkels open gaan of dichtgaan. En dan kunnen we bijregelen en dan kunnen die in totaal het systeem beter uh, regelen. Michael, je zegt we zien en we kijken en we beslissen. Is we dan een mannetje achter een PC'tje die dan een grafiekje in de gaten houdt en dan doorgeeft. Bij telefoon, dit moet veranderen, of is het een zelfdenkend algoritme wat dat zelf bepaalt? We hebben eh, vaak als het uitzonderlijke situaties zijn, dan zal het echt zo zijn dat er iemand ziet, eh, zit. Hè, we kunnen in ons systeem zetten dat er alarmen afgaan als er eh, bepaalde drukte, wachttijden, reistijden zijn, en die zal dan kijken wat, wat is nu mijn maatregel die ik moet nemen. Als dat redelijk standaard situaties zijn, als dat zeg maar wekelijks gebeurt of maandelijks of zo, dan, dan kan je daar scenario's voor maken. Dat je zegt van als dit overtreden wordt, dan gaan we naar dit scenario en dan sturen we dit aan, zetten we dit op displays voor de stad. Hè, uh, gebruik die route om naar de binnenstad te komen of uh, de actuele rijtijd is zoveel. Als je op de fiets bent is het zoveel, dus je kan misschien beter de fiets ge uh, gebruiken. En, en dat heeft ook zijn effect op de drukte op verschillende punten. Uh, en ook in die scenario's worden de verkeerslichten aangestuurd van, uh, met die verzoeken. Van ge geef wat meer ruimte voor die richting. En praat hij ook terug naar Tom Tom. Dat je zegt: Joh, Tom, Tom, doe even 50% via deze route en 50% via deze route. Dat is wel een, een belangrijke ontwikkeling die er nu aankomt. We zijn nu in, uh, in de regio uh, Amsterdam en uh, provincie Noord-Holland bezig met project CelkerTest 2.0. Die publieke overheden die die verkeerscentrales. Uh, um, moeten runnen en zorgen dat de weginfrastructuur blijft doorstromen en veilig blijft. Maar ook die private kant, de navigatiepartijen, waarin we gaan kijken, kunnen we nou, um, als er verkeersmaatregelen worden genomen, kunnen die dan vanuit de verkeerscentrale zo snel mogelijk naar die navigatieproviders worden gecommuniceerd, zodat die ook gaan kijken, um, uh, uh, kan ik mijn, uh, mijn gebruikers ook via die weg uh, sturen en kan ik die verkeersmaatregel in mijn systemen ook overnemen? Die partijen vinden het heel, heel lastig om tegen hun klanten te zeggen... Ja, het is het beste voor iedereen om hier uh, nu de andere route te nemen. Ja, voor jou neemt de reis misschien iets toe. Maar voor iedereen is het het beste. Hey, nu het, maar heel even over die datastroom. Hè? Je, je hebt het over TomTom. -Tom, uh, maar, maar heb je het dan over het kastje TomTom? -Tom? Um, uh, van ons uitgesproken hebben we het dan over geaggregeerde data van de vloot de, de van TomTom. Dus wij, wij bereiken niet de, de, de eindklant. Um, maar wij krijgen vanuit de, uh, de back-office van TomTom Krijgen we dan data binnen over het huidige verkeersbeeld, bijvoorbeeld. En andersom sturen wij die weer naar Tom En zij zorgen dat dat dan weer. En, en alle andere navigatieproviders die in Nederland actief zijn. Hé, hey, en uh, eigenlijk zijn we nog vreselijk amateuristisch. Hè, met de lussen in de weg. En, uh, ik weet niet of jij het ziet, Jur. Maar ik zie je de laatste. Tijd... Steeds meer verkeersregelaars met van die gele hesjes, uh, dus uh, waarschijnlijk komt de oude methode ook weer wat uh, meer terug. Nou, ik heb het hey. idee dat ze allemaal in opleiding zijn. Oh, dat, okay. dat is uh... hey, maar Als we nou wat verder kijken, uh, uiteindelijk wil je gewoon dat die auto een signaal afgeeft, hè? dus niet meer de lussen en ook niet meer uh, de, 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 to, de tomtommetjes. En uh, hey, ik heb nu Waze op mijn mobiele telefoon, dat is weer geloof ik, van Google, die dus allemaal de hoe gaan jullie daarmee om? Want de toekomst is natuurlijk dat die auto een signaal gaat uitsturen. Um, en van wie is die data dan? Er zijn verschillende uh, stromingen. He, je hebt inderdaad dat, uh, dat, dat mensen denken dat uh, alle auto's uh, informatie gaan uitsturen die, die we kunnen gebruiken. En ik denk dat dat vast gaat gebeuren, maar dat is best wel, wel twijfel op lange termijn. Zie ik bij. Ja, ik denk dat je op de korte termijn meer kan bereiken door betere sensoren te gebruiken. De Lussen is denk ik technologie die, die kan je vergeten, dat is, dat is, die meet te weinig, is te duur, is te bewerkelijk. En nieuwe technologieën zoals videosystemen of, of radarsystemen kunnen veel betere data krijgen. van Wat komt er nou echt op mijn kruising af? En daar weet je het ook zeker. Want als jij als, als er iemand op die kruising afkomt, uh, dan wil je uh, op een gegeven moment hem groen kunnen geven. En als die toevallig geen kastje aan heeft, ja, ja, ja. dan wordt dat wel lastig. Ja. Uh, maar het is waardevolle data als het ook uit elektronische systemen uit die auto's komen. Uh, het vervelende is dat je daarvoor best een hele hoge penetratie moet hebben. Dat je heel veel auto's moet meedoen aan zo'n systeem. En degene die die kastjes hebben in die auto's of die smartphones, die moeten die data willen beschikbaar stellen. En dat is natuurlijk ook uh, best wel lastig. Die willen niet. Hè? Ja, want we, we hadden het nieuws over Google, hè? dat hij meeluistert. Maar als ik dus met die auto rijd, in jullie waar ik rij. En mijn auto stuurt data uit en heb ik daar ook uh, voor getekend of uh, We, zijn, jullie, zijn jullie ook een beetje Google die stiekem uh, meekijkt? Hierin? zie urgency nou wel. Ik We begint ook te lachen. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, dan, ja, dan, ja. Wat ja. We wij, zijn dat niet. Nee, nee, wij bereiken niet die. Wij krijgen niet uh, individuele gebruikers binnen. Uh, de, dat is ook helemaal niet relevant in het collectief verkeersmanagement in die zin. Op dit moment in ieder geval. Um, uh, die data blijft bij de, de, de dienstenleverancier uh, uh, die, uh, die dat uitvoert. Wij krijgen een uh, geaggreerd beeld van de weginfrastructuur, de, de reistijden daarin, intensiteiten van hoeveel voertuigen rijden daar dan. En dat zijn ook genoeg parameters waarop je uh, kan gaan sturen, waarop je die keuzes kan gaan maken. Um, uh, en de, dus dan hebben we het echt over uh, collectief verkeersmanagement. Op het moment dat wij die verkeersmaatregelen weer terug communiceren aan zo'n navigatieprovider. Kunnen zij er wel voor kiezen dat voor individuele gebruikers uh, wel te adviseren en anderen weer niet? Uh, maar dat is een, een afweging die we niet in de verkeerscentrale wordt gemaakt. Hey, en en uh, nog even terug naar die data. Hè. Als ik dan over zo'n snelweg rij, hoe krijgen jullie die data binnen? Is dat via een wifi signaal of via een kabel? Of hoe... Uh... De meeste systemen die nu zijn, zijn lusgebaseerde systemen. Daar heb je, dat wordt centraal verzameld uh, door Rijkswaterstaat. En dat uh, wordt als open data beschikbaar gesteld. Okay. En daar kunnen wij, kunnen wij bij. Dus dat is uh, heel fijn om te hebben. Het is niet altijd uh, hele nauwkeurige data. Uh, er zitten af en toe wat veel storingen in en ze hebben geen perfecte dek. Dus als ik uh, vanavond uh, naar de site ga van Rijkswaterstaat en ik zoek het kruispunt op uh, wat ik wil zien, dan kan ik gewoon zien wat daar een verkeer binnenkomt. Die informatie is beschikbaar. Oh, leuk, ik hier, weet he? niet hoeveel apps nee. er zijn die daar uh, informatie op geven. Um, ik heb ook nog wel een paar jaar geleden een, een site gemaakt uh, als hobby, uh, die uh, op die data dat, dat toonde. Dat, uh, dat was uh, best wel snel.nl. En uh, daar was ook wel wat gedoe over of, uh, of, of het wel zulke goede data was. Want ik had het uh, iets van data uitgehaald van hoe hard we uh, reden de mensen. Oh, en uh, uh, allemaal. Sta je er weer op, Jurjen? Ja. Met mijn Fiatje die, uh, die nee. je toch geen APK heeft. Ik zie het helemaal voor me. Leuk, nou, hoe lang geleden was dat? Ja, dat was in 2015. Oh, dus ja, recentelijk ja. nog. Ja, dus dat, uh, het was wel heel grappig. Want uh, mensen aan de kant van de, de hardrijders, uh, de tuff club, die ja. uh, waren ervan overtuigd dat dat uh, uh, van uh, de overheid was ja, ja, uh, die... Ja. die uh, uh, als doel had om uh, ons het recht om hard rijden te ontnemen. Is hij nog live? Hey, hij is nog live. En hoe heet hij? Best wel snel.nl. Gaan we nog even in de show notes doen. Ja. Ik wil eventjes, uh, want we zijn uh, uh, we waren natuurlijk bij Peter Sloot een paar weken En die heeft een kettingvraag gesteld, en eigenlijk is hij al een beetje beantwoord, maar ik ga hem toch even erin gooien, want dan hebben we die weer, uh, weer uh, gehad. Ik ga hem nu uh, doen. Nou, dat is een goede vraag. <laughs> Oké, okay, dus de, de, dit gaat over, uh, over in zekere zin complexiteit en infrastructuur zou je kunnen zeggen. Dus de vraag die ik, uh, aan, uh, Job de volgende, ik. aan Job wil, wil stellen, uh, en hij zit hem bij Technolution begrijp ik, uh, dat is al infrastructuur in Nederland is op de een of andere manier verknoopt. Uh, ik denk alleen al na, hè? dus als er ook bij iets gebeurt ergens in, in, recht in een, uh, een treinstation, dan heeft dat consequenties voor een onderdeel van, weet ik veel, T-Cherksta deel of zo. Um, en de vraag is dan, het, het slimmer maken van infrastructuur verloopt in, in deelgebieden. Ja, dus dus uh, Techno, technologie die werkt aan deelgebieden. Die werkt, sorry, die werkt aan het slimmer maken van de, van de infrastructuur. Um, maar als je dus lokaal iets verbetert, kan het best zijn dat het globaal verslechtert omdat alles verweven is. Dus ik kan bijvoorbeeld lokaal kan ik een stukje infrastructuur verbeteren, een stukje mobiliteit verbeteren, een stukje uh, weg verbreden. Er zijn talloze voorbeelden dat je als je aan de ene kant van de stad de weg verbreedt, gaat het daar veel beter worden. Maar aan de andere kant slipt het dan. Dus hoe? Dat was mijn vraag. Dus hoe, hoe, um, hoe los je dat nou op? Hoe gaan jullie op met die consequenties dat lokale optimalisatie en dus smarter maken van iets bijvoorbeeld um, wellicht uh, het globaal veel slechter maakt? Nou complexe vraag, ja. maar ik denk dat het wel belangrijk is. Ja, ik zal er altijd... iets over weten. Um, ik ben mee. Het, het klopt helemaal dat uh, als je lokaal iets regelt, dat dat typisch globaal een effect heeft. En daar moet je gewoon mee omgaan. Uh, dat gebeurt op verschillende niveaus. Waar we net al over hadden, van een enkele kruising uh, heeft een bepaald effect op de stad. En je wil daar een stadsbreed uh, strategie voor kiezen om dat optimaal te maken. Maar je wil het ook eigenlijk dat uh, van zo'n stad. Uh, met de snelwegen die ernaast lopen, die hebben een corridorfunctie naar andere steden. Je wil dat ook bewaken, want dat is, heeft nog net meer invloed op iedereen dan die lokale situatie. Uh, we hebben ook een, een systeem gemaakt, uh, dat heet Autopilot. En dat gebruikt een simpel model eigenlijk om te zeggen van, uh, we, we doen een bepaald puntensysteem. Uh, als we, wat we kunnen doen, we kunnen bepaalde groentijden verlengen of uh, uh, dingen op displays zetten en die hebben een bepaald effect en dan gaan we kijken, gaan we doorrekenen van dat effect uh, dat dat leidt tot x en y en z en uh, dan hebben we een waardering en dan zeggen we van ja de corridorwerking is uh, belangrijk met uh, uh, gewicht zoveel zodat het systeem zal regelen dat altijd die corridorwerking uh, gegarandeerd blijft uh, je kan doelen hebben als uh, in de binnenstad moet het blijven rijden uh, Mensen moeten niet te lang wachten voor een, voor een verkeerslicht. En door daar gewichten aan te geven, krijg je eigenlijk een, een gebalanceerde oplossing die het systeem kiest. En dan kan je daar rekening mee houden. Als je dat niet doet of je stelt dingen verkeerd in, krijg je spectaculaire effecten van een klein beetje optimalisatie op één plek. Levert een verschrikkelijke uh, effect op een andere plek. En nou zijn we met Peter Sloop over complexe systemen gaan praten. En dat gaat natuurlijk heel vaak over, je, je draait hier aan een knop en je... Je denkt dat je goed bezig bent, maar plotseling verwacht je, zie je ergens een cascade van, van nou, een infarct dat je niet verwacht had, zien jullie nou ook in, jullie, in die infrasystemen. Uh, effecten die je, die je niet verwacht, dat je denkt, oh, daar heb ik helemaal geen rekening mee gehouden. Ja, die, die zie je. En uh, het werkt gewoon niet om van tevoren een systeem te bedenken en het aan te zetten en weg te lopen. Uh, het is bijna al de systemen, zeker hoe slimmer ze zijn, hoe, hoe groter dat effect wordt, uh, dat je moet zien van uh, je bedenkt het. Je voert het uit en je blijft in de gaten houden wat er gebeurt. En, en dat soort effecten, die, 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 die komen gewoon vaak voor. En dan moet je op dat moment bijregelen. En dat moet ook het systeem kunnen. Je moet nooit een systeem maken dat het in één keer goed gaat. Die, die technologie die gaat ongelooflijk snel. En de mogelijkheden zijn natuurlijk onbegritst. Wat is nou de top drie waar jullie tegenaan lopen om niet dat te kunnen implementeren wat jullie. Allang al in je hoofd hebben en wat ook technologisch kan. Zijn dat nou? Zijn dat de dus investeringen de, uh, die gedaan zijn in de, de lussen? waardoor. Wat, wat zijn die drie factoren? Nou, in, een, een van de factoren die ik. die, die ik. Ja, ervaar is um, uh, toch de, de afweging die je moet maken tussen de technologische capaciteiten en ook het beleid dat, dat met die capaciteiten meegroeit. Dus uh, wij zijn als technologie niet in staat om te bepalen, en, en dat willen we ook helemaal niet, um, uh, hoe gaan we nou het verkeer exact uh, inregelen. Dat is altijd een verantwoordelijkheid van de publieke overheid die heeft daar um, uh, beleidsplannen voor liggen en ook ideeën bij van uh, hoe gaan we dat doen. Um, en dat, dat kan gaan tot gewoon doorstroming, maar ook emissiezones en dat soort dingen. Ja, de, technologisch kun je denken, um, uh, de emissiezones zoals we die kennen, die kan eigenlijk al wel weer een, pa een paar stappen vooruit in die zin dat we het uh, over geofencing kunnen hebben, over um, uh, doelgroepen die wel of niet de stad in kunnen. Maar ja, daar moet je dan ook wel weer een idee bij hebben van ja, wat, wat wil ik daar nou eigenlijk mee als stad? Wat voor prioriteiten heb ik daar nou bij? Um, en uh, uh, de, het, puur het feit dat dat technologisch mogelijk is, wil nog niet zeggen dat dat dan ook een gewenst effect heeft of wat dan ook. Maar, maar heb je het gevoel dat aan die overkant ook die kennis aanwezig is wat techniek kan? Het is de klanten hebben niet dezelfde kennis als wij hebben, dat, dat is ook zoals het hoort. Daarom hebben ze ons ook uh, nodig en daar kunnen we ook uh, samenwerken. Um, het lastige is dat het uh, vaak een omgeving is waar heel veel uh, geclaimd wordt. Heel veel mensen zeggen ja, dit kunnen we. Heel veel partijen, commerciële partijen, zullen altijd zeggen dat ze iets kunnen. Als de vraag is: kan je dit? En uh, later wordt dat een ingewikkelder verhaal als je begrijpt van ja, we kunnen het wel, maar alleen als X en Y. En, uh, en dat maakt het best lastig. Uh, voor die klant kan ik me helemaal voorstellen ja. om in een veld waar heel veel partijen zeggen claimen dingen te kunnen, om te herkennen welke partijen nou echt dingen kunnen en welke er uh, vooral bluffen. Uh, dus ja, ik kan me helemaal meevoelen ja. met de klanten en uh, dat kunnen wij ook alleen maar doen dat wij heel oprecht blijven en dat ze vertrouwen krijgen over tijd dat als wij iets zeggen dat dat geen holle claim is. Uh, maar dat vind ik, uh, dat vind ik al een van de hindernissen die die daarin. Uh, Welke, welke zie je nog meer voor je? Ik zie voor uh, de nieuwe technologieën, hè, met data en uh, deep learning-achtige oplossingen, dat uh, precies waar we net over hadden met Google Home, de randvoorwaarden, dat je er heel voorzichtig mee moet zijn, dat uh, voor privacy vooral, uh, dat, dat levert op dat, je, dat, dat het best wel langzaam gaat. Dat, dat heb ik, ik vind dat geen klacht van dat zou beter moeten. Het is meer een, ja, een randvoorwaarde waar we aan moeten voldoen. Maar ervaar je dat ook vaak dat de andere kant zegt van uh, dat gebruikt om een vertraging in, het, in de implementatie te realiseren? Nee, ze gebruiken het niet. Maar ze worden er ook mee geconfronteerd. We hebben natuurlijk veel lokale overheden waar we mee praten. En die zijn ook. Vaak overgeleverd aan, dan komt er ineens een vraag of een artikel in een krant van uh, wat gebeurt er met data? En ja. uh, het is al snel dat het heel eng klinkt. En dan doen wij heel zorgvuldig, gaan we daarmee om. We hebben processen waar we echt zo min mogelijk opslaan en, uh, en sommige dingen gewoon niet kunnen omdat we denken nee dat is te eng voor data. Uh, maar we doen dit dan wel, want dit, dit is wel heel goed en dit is wel heel veilig voor privacy. Uh, maar dat is een genuanceerd complex verhaal. En dat is best heel moeilijk om te blijven uh, brengen uh, in een situatie dat onze klanten vaak tussen hete vuren zitten over dit soort onderwerpen. Maar 11, je zegt van we hebben een hele procedure op opgebouwd met betrekking tot privacy, uh, GDPR. En uh, hoeveel bedrijven of contacten hebben nou jullie bedrijf gebeld en gezegd van joh ik wil weten welke data je van me hebt? Actief gebeld weet ik niet. Wel natuurlijk met. Uh met klanten hele goede afspraken moeten maken in, in verwerkingsovereenkomsten. Nou, als je denkt aan de aan de mobiliteitskant natuurlijk um, uh, gaat er heel veel data over en weer um, waar eventueel ik zeg maar wat waar kentekendata in zou kunnen zitten. Um, de, aan de energiekant natuurlijk ook. Um, uh. Maar hoeveel partijen door hoeveel partijen zijn u nu gebeld? En met de vraag van joh, je collecteert data, kan je even tonen welke data je van hebt. Want dat is min of meer de reden ook waarom GDPR de lucht in is. Uh, Gegooid en uh, want die mogelijkheid is er, maar bij jullie ook niet bij ons ook niet hoor. Maar het neemt niet weg dat we er behoorlijk wat geld tegenaan hebben gegooid in processen en uh, dus ja, weet je, privacy we hebben te veel over, maar uh, toch, Jurjen, heb jij wel eens gebeld aan een bedrijf? Van uh, wat hebben jullie voor mij? Ik zelf gebeld, ja, ja, nou, ik, dat heb ja, ik, een... eerlijk, Heerlijk, hè? ja, één keer heb ik een uh, toen had ik een transactie gedaan heb je bij de, de ABN op Tinder of niet? Nee, oh. Met ABN. Oh, ABN. Ja. ABN. Dus ja. ABN die vond uh, blijkbaar dat een van mijn transacties die ik deed, misschien wel naar Tinder, dat weet ik ja. niet. Uh, oh? Fra fraudeleus had kunnen zijn. En die, uh, die, uh, die had dus vervolgens uh, mijn blokkade op een, op een bankrekening gezet. Toen heb ik gebeld. Ik zei, joh moest luisteren. De AVR zegt, jij mag mij nu uit gaan leggen hoe dat zit met, die, uh, met deze, nou, bes met deze beslissing. Wat zei de bank? Nou, we werd even stil. Even gebeld. Uh, ja, we wordt, wordt teruggebeld. Nou. Uh, nog een keer bellen. En, uh, Niet teruggebeld. Toen kreeg ik inderdaad de security afdeling van de ABN, de fraudeafdeling, aan de lijn. En die kon mij haar fijn uitleggen waarom deze transactie als fraudulent aangemerkt was binnen een, een bepaalde, een bepaalde ja, marge. Nu, nu willen we het weten, toch? Want waarom deze transactie. Uh, uh, dus, dus, uh, welk segment zat je? Uh, het had te maken met de leverancier en het bedrag. Het bedrag was vaker overgeboekt en dat was een, een, een gek bedrag. Maar ze, ze wilden dus bijvoorbeeld niet vertellen of het een postcode gerelateerd verhaal was. Want dan kun je bijvoorbeeld als bankpas in een bepaalde postcode dan gejat worden. Dan, uh, dan, dan blokkeren ze wel eens een postcode. Dat, doen ze dus, dat konden ze er niet vertellen of het daarmee te maken had. Maar ik heb inderdaad een keer gebeld en dan kreeg ik heel netjes in het kader van de AVG iemand aan de lijn. Maar heel, heel even terug, hè? komende vijf jaar... Gaat er nog wat spannends gebeuren op het gebied van mobiliteit? Uh, kan ik met mijn auto gewoon naar een kruispunt en die ziet dat ik kom en automatisch uh, gaat dat gebeuren? Steeds meer zal, zal dat gebeuren. Uh, en we denken dat we heel veel kunnen bereiken door uh, de, de betere verkeerssensoren. De... Ik zag gisteren een, een stuk van Volvo uh, over geofencing bij scholen. Wat is dat? Uh, geofencing zeg, zeg je, nou, dit is een bepaald gebied en daar wil ik dat de auto's die daar rijden. Autonoom rijden bepaalde regels hanteren. Nou, je in de straat van een school wil je gewoon dat mensen niet harder dan 30 kunnen rijden. Er uh, staat een Ja, maar nu, nu kun je dus door een, een virtueel venster maken om die omgeving heen. weten die autonome Polar, uh, uh, Volvo Polar, weet dan hé, hey, hier gaan we echt even niet hard rijden. Hè, want hier, uh, hier gaat de school nu uit. En die gaat dus in zijn snelheid naar beneden. Op knikt, dat klopt toch? Ja, en het, het relateert ook best wel aan, aan dingen waar we actief mee bezig zijn. We werken namelijk samen met Volvo in de gemeente Gothenburg in, de, in Zweden um, uh, met geofencing om te kijken: als er hybride Volvo's de emissiezone van Gothenburg inrijden, um, kunnen die daar dan uh, zeg maar die geofencing-informatie vanuit de gemeente binnenkrijgen en besluiten als, als de situatie en de veiligheid en ook de accu het toelaat. Om van fossiele aandrijflijn naar elektrisch over te schakelen. Um, zonder dat de gebruiker daar moeite voor hoeft te doen. Maar dat je binnen die emissiezone ten alle tijde elektrisch rijdt mits het voertuig dat toestaat. Ja, ik zie dat er iemand trouwens op je site best wel snel.nl. Iemand 30 heeft Oh, Ik zie dat ik kom maar verkeerd uit 299 heeft gereden om 10 uur avonds. Op weg naar Duitsland. Uh, dus uh, misschien dat daar een uh, geofencing. Was jij dat met je Porsche? Nee, ik wil even een jingletje ingooien en dan wil ik eigenlijk een mooie AI-case even helemaal door, uh, doorlichten met ze. Hey, luisteraar, Data Junkie, CTO of onderzoeker. Wie je ook bent en wat je ook met data doet. Als je een goed verhaal hebt en dit wil delen met de Nederlandse data community, dan ben je van harte welkom in onze uitzending. Heeft jouw bedrijf een technologie waar iedereen vanaf zou moeten weten? Meld je dan aan als gast in onze uitzending. Kijk hiervoor op dataloog.nl. Ja, want in het vorige gesprek... voordat de recordknop indrukte toen begon Michael helemaal te vertellen... over een, een, een uh, project met fietsen... en een, een doorstroom van fietsen. En dat, is dat dan ook een van de meest geavanceerde... laatste AI-projecten die jullie nu gedaan hebben? En kun je dat ons daar helemaal door het, door het project heen lopen... als het ware? Ja, absoluut. Um... We hebben het in ons verkeerssysteem in, in Kopenhagen uh, geleverd. En daar hebben we een, een groot project mee gedaan. En Kopenhagen, net als veel Nederlandse gemeentes, is heel erg bezig met fietsers. En toen kwamen we er ook achter dat er eigenlijk geen systeem is om uh, fietsers reistijden te meten. Van fietsers, je kan uh, eigenlijk ook heel lastig meten hoeveel fietsers ergens zijn. Maar daar zijn steeds meer systemen die dat komen. Ook met videosystemen. Maar echt een reistijd uh, meten, uh, dat, dat weet je niet. Of waar komen fietsers vandaan en waar gaan ze dan heen? Dus toen hebben we gekeken van wat is er nou mogelijk. En we, hebben een systeem, we zijn een systeem aan het ontwikkelen. En dat noemen we Flowcube. En dat uh, gebruikt een, uh, een, een camerasysteem met uh, uh, deep learning aan de kant. Van de weg bij de camera en dus embedded systems. Uh. Het is een embedded, met een embedded systems. En uh, het wat het ziet op, uh, op de weg uh, zal het, uh, zal het uh, omzetten naar metingen en het zal ook de karakteristieken van uh, van de van de fietsers die het ziet op een bepaalde plek in de stad zal het ook opsturen uh, naar de server. En als er dan binnen korte tijd verderop, uh, uh, als er nog zo'n flowcube staat. Uh, en we zien daar, hey, daar zien we ook karakteristieken van iemand met een blauwe jas en iemand met witte schoenen langskomen. Kan die zien van hey, dit is consistent met dat er een reistijd is van hè, twee minuten tussen deze twee punten. En op deze manier, of dat fietsers van dat ene punt ook naar dat andere punt gaan, of dat ze een andere route nemen. En met dit systeem kunnen we uh, nieuwe informatie uh, meten. Waar nog geen echt systemen voor waren, die, die goed werkten. Over reistijd van fietsers, routekeuzes die ze maken. Maar ook uh, tellingen uh, van fietsers, van voetgangers. En dat is een systeem waar we uh, aan het. Uh, een pilot uh, in Rotterdam aan het opzetten zijn. En we zijn uh, samen met uh, uh, de proeftuin Binnenstad Groningen aan het. Uh, bezig om uh, die systemen daar ook te plaatsen. En dat. Uh, dat is denk ik een heel uh, leuk project. waar we. Goede data gebruiken, wat technologisch nog niet mogelijk was uh, tot nu toe. En die data die jullie collecteren: hè, zet je dat op, op uh, on-premise servers of gaat dat naar de cloud of heb je hybride systemen? Um, wij, het, uh, lokaal embedded uh, is de meeste data en daar uh, uh, het meeste wordt niet opgeslagen. Het systeem slaat Zilden. geen Plaatjes op van wat, wat het ziet op straat. Het is eigenlijk alleen ah, ja. maar de verwerkte data, de tellingen en de objectcharakteristieken. Die data gaat naar ons systeem in de cloud. Die dat weer aggregeert tot uh, de verkeersmetingen die je, die je wil hebben. Duidelijk. En dat is een voorbeeld van uh, het is veel handiger om zoveel mogelijk data. Niet te gebruiken en van je systeem af te houden ja. en niet eens op te slaan. Die, die karakteristieken die slaan we ook niet op. Die worden in geheugen gehouden of er een match komt en dan uit het vluchtig geheugen valt het weg. Het wordt nooit opgeslagen zodat als iemand ooit vraagt: van Wat heb je aan gegevens van ons of wat heb je aan gegevens over al ja, onze dat burgers? dat we kunnen zeggen: Helemaal niks. Ja. Je kan meekijken met ons, maar we zien eigenlijk heel weinig data. Dus die discussie kunnen we dan vermijden. En ga de vraag stelt die Lek stelt altijd. Je bent dus nu, nu dingen aan het meten. Je bent data aan het genereren. Ja, ik ga hem gewoon stellen. Wat is de business case? Wat is de, wat is de case die, die je hiermee oplost? Fietsers zijn de enige oplossing eigenlijk die er nu nog is voor steden om mobiliteit te verbeteren. Uh, en, en er zijn heel veel steden mee bezig. De staatssecretaris heeft, wat was het vorig jaar gezegd, van er moeten misschien was het dit jaar uh, 200.000 mensen extra met de fiets naar hun werk gaan in plaats van met de auto. En dat is een fantastische manier om de situatie te verbeteren. Maar we weten nou niet eens hoe lang ze er nu over doen, welke route ze nemen. En dan is het heel zonde om heel veel te investeren in fietspaden. Uh, als je niet eens weet of je daar precies de behoefte mee dekt. Ja, dus ik zie, ik zie uh, toen ik hier naartoe kwam, dacht ik inderdaad, uh, die uh, auto's fietsers, en uh, noem maar op. Hè. We zeiden het nog uh, voordat we begonnen, uh, zo'n fiets moet ook een sensor. Maar eigenlijk zie je dat de trend met, met uh, video, uh, image recognition en dat soort dingen dat je daar realtime veel sneller en ook met lagere kosten aan de gang kan, want je hebt geen sensoren, geen data vanuit auto's nodig. Dat, dat is dat de trend die je ziet de komende jaren. Ik zie absoluut die trend. De, de, de hardware wordt steeds goedkoper en de, de algoritme worden beter. Ja. En als je vergelijkt een meter asfalt, ik weet niet wat het kost, dat kost verschrikkelijk veel geld. Als je wat capaciteitsverbetering kan bereiken door slimmere, de systeem wat slimmer te maken en dynamisch te kunnen regelen. Uh, en, en op grond van betere informatie keuzes te kunnen maken over infrastructuur. Met heel, heel veel productiviteit ja. win je. Uh, heel efficiënt ben je dan bezig. Je hebt en... geen lussen meer nodig, geen kastjes, uh, ook het hele privacy issues van de baan, omdat we slaan niks op. Ja, en het is, het is fascinerend om te zien, want we kunnen dit doen. Ik denk, uh, een jaar geleden was het nog niet. Ja. Uh, was er veel minder beschikbaar om ja. te doen. Uh, uh, eigenlijk, elke twee maanden moeten we. Uh, Hoop heroverwegen, omdat er veel betere technologie was. Dan, is het, dan komt er een nieuw neural netwerk van, van Google en dan willen we dat. Ja, want heel even een, heel even een schemaatje. Technisch gezien, die camera die geloof ik. Die, die, die pompt dat signaal naar. Uh, kan je me daarbij helpen? Is dat, ja. een, is dat een API van iemand? Of is dat een. Nee, dat is een, een, een embedded systeem. En daar zijn we een, hebben we nu een Nvidia uh, ja, ja. bordje daarin. Eigenlijk een heel simpel bordje. NVIDIA is video. En uitleggen voor onze ja, nee, maar voor onze luisteraars. Ja, het is een, uh, het is eigenlijk een computertje uh, dat uh, heel weinig stroom uh, neemt, maar heel veel kracht heeft, net als je grafische kaart in je waar je mee gamet. Uh, uh, en dat computertje dat daar kun je al die neurale netwerken, die deep learning uh, modellen die wij hebben getraind. Uh, op Opdraaien ja. en die haalt dan de interessante informatie op. Hey, ik zie een fietser aan de ene kant van een, een lijn die ik getekend heb en daarna op een andere lijn. Oh, dan tel ik, dat is een fietser. Eh, ik kan vaststellen van nou ja, hier maak ik een objectcycle van en dat, eh, dat stuur ik op naar mijn server. Dat dus, soort bewerkingen. Dus als ik even kijk hè, naar je plaatje, infraplaatje, dan is dat ook qua kosten is dat niet echt intensief. Absoluut, ja. het wordt steeds goedkoper. Het is voor ons vooral een investering om. Kennis. de kennis op te bouwen... de, de modellen te trainen... Ja. Uh, vooral de uh, trainingsdata... te verzamelen. Daar zit heel veel uh, ja. moeite in. Maar uiteindelijk... Uh, maar gebruik je ook zo'n zo uh, preset bijvoorbeeld? Om, uh, eh, aan de ene kant kan je het uh, zelf gaan trainen... En aan de andere kant kan je ook een getrainde set... Uh, van Google bijvoorbeeld uh, gebruiken. We gebruiken altijd pre-trained. Ja, oké. Okay. Um, want het is... Uh, nee, 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 die tevreden. modellen die werken gewoon hartstikke goed... Uh, ook op basis van beperkte set data, ja. als je ze gepreetraind hebt. Ze gebruiken gepreetrainde data en dan doen we het, wat dan heet, fine tuning op onze data die we zelf uh, verzameld hebben. En dat zijn dan uh, uh, enkele tientallen uren aan, uh, aan videodata die geannoteerd is. Ja. En, uh, en in die combinatie krijg je uh, goede nauwkeurigheden die wij kunnen gebruiken. Wat me dan gelijk te binnen schiet... is de nieuwe, nieuwe technologie... Federated Learning. Dus dat je dus... Die, Wat zeg je? Ja, Federated Learning. is echt, echt nieuwe Google technologie. Je hebt dus allemaal neurale netwerkjes... embedded in je kastje zitten. Die weten allemaal... meten zij bepaalde data. En die leren onder, onderwijl ook weer. Dus als je dat weer terugstuurt... naar een server... kun je dus on the fly... ook weer al die neurale netwerken updaten. Zodat ze nog beter worden... Al, naarmate ze langer... Maar dat zit ook in AutoML. Ja. Hij creëert zelf... Eigenlijk weer uit de bestaande netwerken een nieuw neural netwerk. Ja, maar je hebt dat, dat is één centraal netwerk. Maar nu heb je natuurlijk allemaal decentrale neurale netwerkjes. En die kun je dus, hun decentrale data kun je terugsturen naar een, naar een server. Alleen maar de, de weights in je netwerk. En dan kun je, dat wordt weer samengevoegd. Dat wordt vervolgens weer teruggestuurd naar die kastjes om nog betere metingen te doen. Daar gaan we een keer een opname over doen. Echt superleuk. Ik, ik vind dat geweldige technologie. Uh, ja, hè. Maar voor ons is dat, we hebben de, de, de rekenkracht niet om. On the edge, zoals dat heet. Hè, aan de wegkant ja. uh, te, te leren. Uh, we zorgen daar dat no. we zo zuinig mogelijk zijn. En nu. En inderdaad nog niet. Uh, want dat zal heel snel beter worden. Uh, maar we gebruiken daar zo zuinig mogelijke systeempjes. Die precies het, netwerk, het model kunnen uitvoeren. Maar nog niet echt kunnen... Een beetje creëren. Raspberry Pi-achtige dingetjes. Het lijkt er heel erg op. Ja, leuk. Ja. Ja. Lex, we moeten alweer afronden. We alweer het is al echt weer 50 minuten. Het zo ontzettend nema. snel vandaag. We zijn net begonnen. Ja, we kunnen hier uren over doorpraten. Ja. Zullen we nog een keer terugkomen? Geofencing was het. Ja, geofencing. Ja, leuk. leuk. Ja. ja, nee, we komen zeker terug. Ja, lijkt me wel. Ja. Ja. Heren, Hartstikke leuk. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Ja, graag Dat jullie aanwezig konden zijn. Uh, waar kunnen we meer vinden over jullie projecten? Um, uh, als je over straat uh, fietst en je kijkt om je heen, dan kun je er heel veel over vinden. En uh, uh, natuurlijk op onze website. En uh, we zijn veel op social media actief, daar, uh, daar is ook veel te vinden. En, be en best wel snel.nl moeten jullie echt allemaal even. Ja, dan moet op even heen, maar ja, dat is niet technologie. Weer, dat is ja, mijn hobbyproject. Nee, nee, ik heb weer de nieuwe, 246 kilometer vandaag om uh, vannacht om drie uur. Ik denk dat hij uh, naar het toilet moest, uh, in. Dat zou heel goed kunnen. Overigens, jullie mogen nog een kettingvraag stellen. Dat vraag ik even aan Job. Een kettingvraag over de rol van data. we gaan we een serie over opnemen in de energietransitie. En dan uh, gaan we met Overmorgen spreken, onder andere. Die ken je ook natuurlijk al van jouw e periode Wat ja. wil jij weten van Overmorgen als het gaat om de rol van data in de energietransitie? Nou, ik ken ze inderdaad als, uh, als partij die in veel comf, ja, uh, complexe, uh, grote projecten... Uh, probeert al die verschillende belangen bij elkaar te krijgen om daar resultaten te bereiken. Nou ja, wat me zeker, als het over de publieke ruimte gaat, de laatste tijd erg interesseert... zijn al die um, uh, grote onderzoeken over uh, geluidsmetingen en dat soort dingen... Uh, bijvoorbeeld rond, uh, rond uh, luchthavens en zo. waarin we merken, en dat, dat zullen jullie ook wel herkennen, dat um, uh, cijfers kunnen een heel uh, objectieve indruk maken. Um, alleen de uitkomst van, van ja, veel analyses zijn ook erg afhankelijk van de manier waarop die analyse doet. En kunnen dus een heel ja, subjectieve ondergrond hebben. En mijn vraag aan overmorgen is eigenlijk: hoe, um, hoe zorg je dat uh, verschillende partijen die aan tafel zitten met verschillende belangen? Um, uh, naar zo'n zo cijfer kijken en dat misschien op dezelfde manier interpreteren. Of andersom, um, hoe zorg je dat de cijfers die je gebruikt in zo'n traject ook echt uh, uh, betrouwbaar zijn en zijn wat je wil dat ze zijn? Ja, mooie vraag. En met die vraag gaan we eruit. Nogmaals, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. En beste luisteraars, tot de volgende dataloog. Het was hem. Mooi, nice, Bedankt heel leuk. Te naar deze van maar daar ook weer, hè? Kunnen, kunnen ook zo'n azijn is, zei een journalist van, van de data. De email, data hè? Jullie data, en hoe zit dat dan? En de privacy, en weet ik het. wil nu even het weer over Google, 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 Google. Google maar ik weet zeker dat, dat er ook mensen die zijn die zeggen, je zullen, je zullen, je oh, oh, mijn auto, en ik kan het uitleggen op allerlei... Het is zo jammer, want... Ja, ik zie het echt als een rand Jammer. Ik heb het uh, Studio ja, van de Dataloog ja. is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology HR. van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken, doen we onder SFV Creative Commons. Je mag ja, alles hergebruiken HR voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg uh, ons op Twitter en, die, en allerlei data En het dat was alleen maar jammer. H, tot de volgende keer en voor nu. Tot maar het was meer van ik wil hier niks mee te maken hebben, want één, uh, dan moet ik aan de bak, en twee, uh, moet ik een cursus volgen, en noem maar op. En dat is, dat is heel erg jammer. En dat is niet alleen HR, maar dat komen wij overal eigenlijk.